Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik heb een korte overdenking in de tijd waarin wij leven. Het gaat over de herkenbare tekenen van een tijdperk. De meest uitstaande kenmerken. Elk tijdperk in de geschiedenis heeft zo zijn in het oog springende herkenningstekens. Zoals bijvoorbeeld het kenmerk in Noach's dagen, boosheid, geweld en het gevaar van het Adamitisch geslacht van de aardbodem zou verdwijnen. Nu gebeurt er niets bij toeval, alles wat gebeurt is door iets tot stand gekomen. God heeft een schepping op aarde gesteld die hem moest verheerlijken, die een uitstraling van zichzelf moest zijn. God is goed, heilig en schoon. Zoals ook zijn schepping, de psalmist zegt in Psalm 19, vers 1. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Maar voor de schepping, zoals wij deze kennen, was er duisternis. En deze duisternis moest wijken toen een decreet uitging, laat er licht zijn. Genesis 1, vers 3. Maar de duisternis heeft ook een bron en zo is het ook met het licht. De bron van de duisternis is de duivel of de prins van de duisternis. Licht daarentegen is de bron van God. En deze twee zijn onverzoenbaar met elkaar. Waar het licht komt, moet de duisternis onmiddellijk vluchten. Waar God is, moet de duivel plaats maken. Zo heeft God, de schepper, waaronder ook de aarde en alles wat erop is, tot zijn eer gemaakt. Op de aarde heeft hij Adam of de mens geplaatst die naar zijn beeld gemaakt is. Niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Dat vergeten mensen nog wel eens. Het gaat niet alleen om het uiterlijk, maar ook om het innerlijk. Hij moest namens God de aarde besturen, verkennen en ordineren. Alles moest doorzichtig zijn. Alles zou dan in harmonie en vrede met elkaar zijn. Vernietigt deze Adam, dus mens, en alles vervalt in duisternis. Waar licht koning was, zou nu de duisternis heersen. Het is zoals de Heer Jezus gezegd heeft in Matthäus 6, vers 23. Indien nu wat licht in u is, duister is, hoe groot is dan de duisternis? Dit is nu met de zondeval gebeurd. Het licht is uitgegaan. Vanaf die tijd tot aan vandaag toe heerst er een strijd tussen licht en duisternis. De schrift zegt van de Heer Jezus, en hij is de tweede Adam, staat in Johannes 1 vers 5, en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. De Heer Jezus zegt van zichzelf, Johannes 8 vers 12, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Wordt Adam, mens, vertroeteld of uitgeblust, dan is er geen kanaal op aarde waaruit het licht kan schijnen. En dan gaat de heerschappij van de duisternis voort. Dit was ook in Noach's tijd gebeurd. Satan en zijn gevallen engelen hebben hun zaad tussen het Adamszaad gezaaid. Het is onkruid. En zoals de natuur ook vandaag nog steeds doet, het onkruid groeit weliger dan het edele zaad. Hun getallen en invloed waren zo overweldigend dat hij het goede zaad, dus Adam, kon overweldigen. Hun vruchten, namelijk boosheid en geweld, heeft de aarde gevuld. Dat is ook wat nu in ons land gebeurt. Door het buitenlandse onkruid zoals moslims en die zwarte uit Afrika, waar ze ook allemaal vandaan komen, al die volkeren, worden als onkruid binnengehaald en het overwoekert ons. Dus hier is langzamer zeker het licht uitgegaan. In Genesis 6 vers 13 zegt God, en toen zeide God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. Dat is vandaag de dag ook zo. En zie, ik ga hem met de aarde verdelgen. Het gevolg was dat alles corrupt was en dat het adamitische ras sliep en gevaar om heel verzwolgen te worden, wat ook vandaag weer op het punt staat te gebeuren. God zal dan geen nageslacht meer op aarde gehad hebben, waardoor hij zichzelf
kon openbaren. In Malachi 2 vers 15 staat, niet één doet zo die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Dus die volkeren zoeken het zaad van God, wat wij zijn, mensen. Hij waarschuwt, wees dan op uw hoede voor uw hartstocht. En dat men niet ontrouw wordt aan de vrouw zijner jeugd. Noach was de laatste zuivere Adamiet. Hij was raszuiver. Dat staat in Genesis 6 vers 9. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en een onberispelijk man. Noach wandelde met God. Zoals in de dagen van Noach. En zo is het ook vandaag aan de dag, zoals de Heer Jezus gezegd heeft in Matthäus 24 vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Vergelijk dit met Genesis 6 vers 1 tot en met 13. En de Heere zeide dan tot Noach, ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. Van alle reine dieren zult gij 7 paar nemen, het mannetje en zijn wijfje. En van de dieren die niet rein, een paar, mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelde des hemels, 7 paar mannetjes en wijfjes. Om het geslacht in leven te behouden op de gehele aarde. Want over nog 7 dagen zal ik het op de aarde 40 dagen en nachten doen regenen. En ik zal alles wat bestaat, hetgeen ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen. En Noach deed naar alles wat de Heere hem geboden had. En Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. En Noach ging met zijn zonen en zijn vrouwen, de vrouwen zijn zonen met hem in de ark, vanwege de wateren van de vloed. Van de reine dieren, van de dieren die niet rein waren, van het gevogelte van alles wat op de aarde kruipt, kwamen 2 tot 2 tot Noach in de ark. Mannetjes en wijfjes, zoals God Noach geboden had. Na 7 dagen kwam de wateren van de vloed over de aarde. In Noach 600ste levenjaar is de 2e maand op de 17e dag deze maand. Op die dag braken alle kolken de grote waterdiepte open en werden de sluizen des hemels geopend. En de slagregen was 40 dagen en 40 nachten over de aarde. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Gam en Javit, Noach's zoon en de vrouw van Noach en de 3 vrouwen zijn zonen met hem in de ark. De aarde is overstroomd met de niet-adamitische rassen. De zuivere blanken die van Adam afkomstig is, wordt al drastisch minder. Wij blanken willen steeds minder kinderen hebben en de andere rassen hebben grote families. Niet allen is nu alles corrupt zoals in de dagen van Noach, maar ook geweld is nu het kenmerk van onze tijd. Men is ook snel bezig met de hele christelijk geloof over te nemen. Allen zijn vandaag christenen tussen haakjes. Er wordt gezegd dat het evangelie het snelst onder de niet-westerse natie groeit, vooral in Afrika. De profeten zijn al lang op praktische reden uit de Bijbel weggelaten. Weg is ook het verbond met God, met Adam, Abraham, Isaac en Jacob. Het is nu politiek correct, maar evangelie incorrect. Om alles van Gods uitverkoren volk op aarde is overgegaan op de kerk, waar geen ras of cultuur meer gelden. Daarom is nu iedereen broeder en zusters. En de kleur maakt ook niet uit. Waarom heeft God dan voor zichzelf een speciaal ras uitverkoren? Waarom heeft hij bijvoorbeeld gezegd in Jesaja 43 vers 20, het volk dat ik mij geformeerd heb zal mijn lof verkondigen. Dat waren de lichtdragers. Zoals het in het begin ook was, zo ook nu is de strijd tussen duisternis en licht. Maar God is licht. Toen Satan gezegd heeft, heeft God niet gezegd. Hij bedoelde ook, heeft God niet gezegd dat er licht moest zijn. Kijk naar de geschiedenis van de grondlegging der wereld en u zal zien dat die strijd nog steeds aan de gang is. Toen God gezegd heeft dat Israël zijn lof zou verkondigen, is dit wat hij tegen Abraham zei. In Genesis 12 vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodem gezegend worden. Dat wil zeggen dat God een bijzonder ras heeft uitverkoren om zijn lichtdragers te zijn. De zondeval heeft duisternis over de aarde gebracht. Dit betekent dat het oorspronkelijk de bedoeling van God gefrustreerd en verijdeld heeft.
Maar God laat nooit varen het werk zijner handen. Daarom komt de strijd van de eeuwen tot een climax. Dit is de context van dit verhaal. Wij moeten het wereldgebeuren doorhebben. Wij moeten het machtsspel doorzien die aan de gang is. En wij moeten de hoofdpunten goed in de gaten houden. Anders worden wij met onze aandacht op allerlei andere zaken gericht. En dan overvalt ons het einde terwijl wij bezig zijn met allerhande dwaaldenken die ons worden voorgehouden door onze politici en kerkelijke leiders. Wolven in schaapskleren. Er zitten er 150 in de Tweede Kamer. Dan heb ik het nog niet eens over de regering en die andere leiders. En ook in de kerken zijn allemaal wolven in schaapskleren. Het hoofdmotief is vanuit Satans oogpunt gezien, doof de lamp, maak het duister door hem op helemaal te vernietigen. Of om hem op velerlei manier ineffectief te maken. Voor onze ogen dubbele punt. Deze strijd vindt voor onze ogen plaats, maar wij worden, schuine streep, worden zo misleid dat wij de ware betekenis zien. Allereerst vernietigt de lamp, dus de lichtdrager, of het volk. God heeft aan Abraham en zijn nageslacht, dus letterlijk, door Isaac uitgekozen om het licht van de waarachtige God uit te dragen en uiteindelijk het licht, de Christus, voor te brengen. Lees uw Bijbel en kijk hoe de duivel gedurig hen die de Christus moet voorbrengen proberen te vernietigen. Hoe de strijd verlopen is te zien, hoe eerst geprobeerd werd te verhoeden dat hij geboren zou worden, maar al te goed bekend. Nog beter bekend is hoe Satan het uiteindelijk wou elimineren door hem aan het kruis te nagelen. Maar hij is op de derde dag opgestaan en daarmee tevens de dood overwonnen. Halleluja. Voor diegenen die de profeten geloven, is dit al eeuwen bekend hoe de duivel ook het ware Israëlvolk al geheel wil uitwissen of te verbasteren om hen zo te vernietigen. Maar wat niet zo goed bekend is, of wat niet goed wordt begrepen, is hoe Satan door corruptie van het ware evangelie ook zijn doel wil bereiken. Hij moest natuurlijk het woord dat ons leven is bedoelen door verkeerde vertalingen en ook door de verkeerde uitleg daarvan. Een eerste stap is om de profeten uit de prediking uit te schakelen. Ten tweede, en daarmee samen, moest hij de identiteit van het ware Israël verloemen door van hem de kerk of de Jood te maken of beide. Waar kon hij een betere basis vinden dan om bij onze leraars te beginnen, die hier volledig zijn ingetrapt? Ik heb nog nooit van een voorganger iets geleerd over onze Israël-identiteit. Wel veel over Joden en hun kwalijk werk. De apostel Paulus heeft uitdrukkelijk voor u deze lieden gewaarschuwd. Hij zegt in Handelingen 20, vers 29 en 30. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, zoals Rutte en Pechtold en al die andere partijleiders, die verkeerde dingen spreken om de discipelen u en mij achter zich aan te trekken. Een van de eerste valse getuigenissen van de herders is het volgende. God heeft op de Pinksterdag Israël weggedaan. Nu is het de kerk uit alle volkeren. Hiermee negeren zij dat Israël als zijn enigste kanaal is waardoor het licht over de aarde komt schijnen. Dat nieuwe kanaal bestaat nu uit alle rassen en volken ongeacht hun huidskleur. Want, zo redeneerden zij, in Christus is in ieder hetzelfde. Nu ligt de weg open om onderling te kunnen trouwen. En weg is Israël als volk. Weg is Israël als ras. Waar is God nu? Waar zijn al de profeten? Waar zijn al de beloften van God nu? Nu staat het Satan vrij om in een grote bravoure zijn borst vooruit te steken te zeggen, heeft God niet meer gezet. Geen fundament meer, dubbele punt. Hiermee is het fundament verwijderd dat de Christus die nu verkondigd wordt, niet langer de Christus met een hoofdletter van de Bijbel is. Neem bijvoorbeeld het woord Christus zelf. Christus in het Grieks en komt van het Hebreeuwse woord Messias. En dit alleen betekent dat de Heere Jezus de gezalde koning van Israël is. En wie is Israël volgens de schrift? Israël zijn de 12 stammen van Israël.
Jacob. Dat is de naam van Jacob, van God, die bij de rivier de Jabok gekregen heeft. De bekentenis is dus ook prins met God. De kerk kan nooit Israël worden en Israël nooit de kerk. Wanneer God tegen Israël zegt in Deuteronomium 7 vers 6 tot 8 het volgende. Want gij zijt een volk dat de Heer uw God heilig is. Dat betekent apart. U heeft de Heer uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer zijt gij de kleinste van alle volkeren. Maar omdat de Heer u lief had en een eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heer u met een sterke hand uitgeleid en verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Lieve mensen, als Israël geen ras meer is, dan kan de woord van de engel aan Maria ook niet waar zijn. In Lucas 1 vers 31 tot 33 staat, die engel zegt, en zie, gij, Maria, zult zwanger worden en een zoon baren, en ge zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal hem een kerk geven. Hè? Oh nee, dat staat er niet. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob de 12 stammen heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Kunt u nu begrijpen waarom de profeten uit de prediking weggelaten wordt? Dan kan ook Satan niet verwijderd worden. En dan kan zijn koninkrijk van de duisternis niet beëindigd worden. Laat dit goed door tot u doordringen. U heeft waarschijnlijk net gestemd op dat Babylonische stelsel. U gaat uw achterste verbranden. En u moet met uw achterste op de blaren gaan zitten de eerstvolgende 4 jaren. Want het zijn valse herders, wolven in schaapskleren, aan wie u zich hebt overgeleverd. Nu is nog de tijd om terug te keren tot God. Het Nederlandse volk, het blanke Adam, is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Al die andere volken is onkruid. En dat moet verwijderd worden. Dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Jezus zal bij zijn wederkomst die engelen uitzenden. En hij zal die engelen opdracht geven om die volkeren, hoor je, denk, al die moslims, al die zwarte, al die gele, uit ons midden weghalen. En wat gaat hij doen? Bij elkaar bundelen en in een oven worden ze verbrand. Laten ze nu nou maar triomferen. Denken dat ze ons kunnen overwinnen. Maar ze komen er wel achter. Jezus is overwinner. Halleluja. En daarvoor ben ik blij. En daarvoor breng ik dat evangelie van het koninkrijk. Ons volk moet wakker geschud worden. En niet met op uw lauweren gaan zitten rusten. En een beetje Baal en al die rijkdom aanbidden. Heel Europa staat op het punt om in een derde wereldoorlog te belanden. En ze zijn allemaal steken en stekenblind. Maar ze komen er wel achter. Daarom waarschuw ik u. Daarvoor breng ik deze boodschappen. U moet terugkeren tot de God uw vaderen van Abraham, Isaac en Jacob. Doet u dat niet, dan bevindt u zich op een zeephelling en u glijdt zo in de eeuwige verdoemenis. Ja, het is hard, maar het is wel waar. Maar u kan gered worden door te geloven in Jezus van Nazareth, de gezalde koning van Israël, die zijn leven op het kruis heeft gegeven om u en mij los te kopen vanuit de hel, vanuit de zonde, van alle ellende. Heer Jezus, help ons. Stort uw geest over ons hart uit. Besnij onze harten. Haal die stenen harten eruit. Verander ons denken. En word Heer over ons. U heeft alle macht en heerlijkheid gekregen van de Vader. En u gaat spoedig komen. En daar zie ik persoonlijk naar uit. Halleluja. U krijgt alle heer. Amen.